I'm not surprised, motherfuckers. Come on, all like. night. I'm gonna smash your boy, guys. My balls are fine. Who the fuck is that guy? Is he? Yes, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Buitenkooi, de MMA-podcast van Nederland. Nummer 1, de beste. Ja, toch had ik even zin in, man, bro. Hey, lekker, man. Bro, uh, ik heb vandaag live gekeken, mensen. Ja, Sammy heeft live gekeken. Hij ziet hem nog. Ik, ik, ik zet hem op. Ik kreeg één keer. Ik dacht, hé, Sammy gaat uh, niet. In één keer hij ziet hij het appje. Oh Ja, ik ga niet meer Dat live was kijken. alles, man. Dat was alles. O, ik ga niet meer live kijken, man. Uh, boy, yo. Ik zat te kijken. En uh, ik merkte gewoon dat ik er niet helemaal in zat, man. Dat is gewoon. Ik had die wekker gezet. Ik werd wel eerst. Ik zag nog die finish van uh, Hernandez tegen of Zo met één oog dicht. Zo in de ochtend. Ik zo kijken. Ik denk, ja, wel leuk. Die, die partij van Zulu tegen me was ik wel gewoon. Ik stond gewoon staan. Ik was staand voor de tv aan het kijken, want ja, ik was gewoon benieuwd wat ging gebeuren. En uh, de volgende partij lag ik wel gewoon op de bank, zo half zo. Heb je met die squeezy eyes gekeken? Ja, en ook de main event toen dat gebeurde, ik deed gewoon tv. Ik ging slapen. <laughs> dus ik maar ga, Ik ga niet meer live kijken, man. In de ochtend met mijn koffertje ontbijt dat is het lekkerste wat er is, man. Dus, uh, dat ja, was leuk geprobeerd. Maar voordat we gaan beginnen met, uh, met deze geweldige kaart wil ik een dikke shout out doen naar onze sponsoren Bismoot en Nico. Voor de beste fight game moet je bij Nico zijn. Afgelopen vrijdag heb ik nog even uh, lekker MMA genaaid, Toch? nico boxhandschoentjes, of de MMA-handschoentjes. Het is gewoon kwaliteit man. De pompers uh, komen harder aan, heb ik het idee. Ziet er ook strak uit. Die ziet er strak uit. Die N. Professioneel. 100 man. Met de code Welcome America", 10 krijg je 10% korting bij Nico. En uh, ja, man, b mode. Tegenwoordig ook voor vrouwen, man. Zag ik ze hebben wat dingen voor vrouwen. Ja, speciaal op de vrouwen gericht. Voor onze jeet vrouwelijke kijkers ook. Hè? Ja, nee, toch? Die 6%. Ook voor die 0,1% non-binair. Ook jullie kunnen het gebruiken. Want ja, man en vrouw maakt dan niet uit. Die 6% wordt volgens mij met de week minder, man. Ja, ik denk het ook. Maar dikke zou dat naar b Mode, beste supplement van Nederland. Met code krijgen 10 krijg je 10% korting. Gebruiken. Ja, Check en dat soort mensen hebben alles. Dus uh, ik gebruik ze ook <coughs> graag die whey protein. salts. Alles man, check die site. En uh, zoals jullie weten ben ik groot fan van die whey protein elke ochtend in mijn haven. Maar het is, uh, check het. Sammy <coughs> trouwens, ik zei als wij 10k subscribers hebben die MMA Maag man bro. Ik zat gisteren subscribers, het gaat iets te hard. Dus ik wil eigenlijk terugkomen ja, op morgen man, woorden, man Ik dat eruit moeten knippen man. Ik weet niet waarom je dat zei. Wat de fuck dat was. Wat is die hype man. Mensen doen alles voor kliks deze dagen. Mensen, mensen doen echt alles voor kliks. Dus eh. Uh, ja, ja man. Maar, um, laten we gaan beginnen. UFC 298. Volkanovski versus Topuria. Ja. Um, we, we beginnen gewoon bij uh, Fluffy tegen uh, Kopilov. Uh, ja, dit, die, ah, op zich, die was wel Five of the Night. Limos McKenzie Durnam, Five of the Night. Ik vond het wel. Ik vond niet... Uh, als McKenzie Durnam had gewonnen, had ik ook niet erg gevonden. Nee, klopt. Ik, ik had hem nog even teruggekeken vanochtend. Ik, ik, het vond, ik vond het wel een leuk gevecht. Maar ik had echt verwacht dat uh, Costa Wilker uh, Five of the Night zou zijn. Ja, had ik ook verwacht. Huh? Maar... Ik denk omdat McKenzie Dern op een gegeven moment mount zat, dat dat de reden is dat hij Fire of the Nights schoorde. Ja, het was al gewoon een knalpartij, constante uh, actie. Had je die, uh, hoe heet die gast ook weer? Van de lightweight divisie, die, uh, met die tattoo op zijn hoofd. De tattoo op zijn hoofd? Ja, gewoon die, uh, die van... Hij uh, had laatst nog verloren, hij was de laatste keer gegaan. Bobby Green. Ja, ja. Ik zag gezien want hij zei van mijn Dern? Jezus. Wat ben jij ook in die, in die comment? We, ik, ik zeg, ik vond het wel lachen man. Ik ja. ben geen fan van hem, maar hij bracht wel iets andere kijk erop. Ja, iets meer. Zij dus kwam man. oplopen. Shoe. Ja, die gastenlangen. Ik vind het wel leuk, wel een beetje verfrissend, maar ik vraag me af hoeveel, hoeveel uh, hersencellen hij nog heeft. Niet filmen. Ik denk ook niet filmen, maar hij was wel grappig. Maar die uh, Rinja Nakamura, die heeft de uh, heeft, uh, Performance of the Night ook gewonnen, man. Maar hij was ook al Kiri ots. Hij heeft denk ik toch wel. Jawel, volgens mij was hij dat toch? Ik ga even snel checken, man. Volgens mij verwar je Rinja Nakamura met Xiang Mingyang. Oh ja. Xiang ja, ik wil het niet zeggen, maar... maar Hij uh, had Alex Pereira uitgedaagd na zijn uh, partij. Dat was wel raar, man. Dat ja. was wel raar. Ja, maar die gasten in moeten dus ook wel goed. Die van Ribeiro, ik had hem bij uh, Contender-series ooit gezien. Ja. Maar, uh, maar hoe ga je... Je staat op prelims, ga je Alex Pereira uitdagen? Ja. ja oh, ja, maakt niet uit. Maar Mendeleevans, van turn die Durn was een mooi gevecht. Zeker voor de vrouwen. Wat ook bizar was, is Junior Tava, die vervangde zijn broer. Uh, Justin Tava. Ja. Maar ja, die heeft ze wel gekregen man. Ja, dat was. Er is zo'n 14 low kicks en toen viel die gewoon neer. Dus, uh, low kicks zijn geen grapje. man. Bo, dit, dit was de kaart van de ik, low uh, kicks, man. Ja. Ook Amanda Limos tegen Mackenzie Durin. Oh, alleen maar die calf kicks. Pap, pap. Ja, dus, ik heb uh, die Shama ook niet ondertussen geleerd, weet je toch? Shama. Shama. Ah, weer, uh, <laughs> doe rustig, man. Maar Fluffy Hernandez tegen Roman Kopilov. Uh, ik zeg je eerlijk, bro, die eerste ronde uh, vond ik Kopilov sterk, man, met die takedown defense. Klopt, klopt. Uh, hij heeft hem sterk staan gehouden. Een uh, paar goede uh, catches uitgedeeld. Anthony Hernandez had een paar goede catches uitgedeeld. Dus ik dacht, uh, na die eerste ronde dacht ik, nou, uh, moet nog maar zien uh, hoe dit gaat lopen. Ja, maar die, ja. die Fluffy heeft gewoon een cardio. Ja, zegt hij. Dat bizar. is niet normaal. En ik weet niet wie, zei Marcel dat vorige keer dat hij hem de rap noemde van de middleweight Divisie? Uh, kan goed, man. Volgens mij noemde hij hem. Ik vind dat echt een goede vergelijking, man. Ja, we komen zo meteen op de partij van Marab, maar... Grote gast is het ook wel, man, die Anthony. Nando. Grote gast, en wat hij ook net als Marab doet, is gewoon druk zetten, druk zetten, en shooten. En nou, niet per se shooten om het te, om te, neer te halen, maar hem gewoon helemaal kapot te maken. En dan krijgt hij je neer, en dan zag je ook in die tweede ronde. Hè. Roman Kopilov, hij liet gewoon zien, zijn de takedown defense was daar, staand ook wel goed, maar hij kon de druk gewoon niet aan. Ja, het was gewoon... Uh, het is jammer, want ik had Roman Kopilov... Op een gegeven moment was hij bezig met die hype, hè. Uh, partij op rij gewonnen. Ik dacht, sterk. Maar nu ben ik dus nog... Meer benieuwd naar hoe was dit tegen Ikram gelopen, man. Was het, die partij wil ik nog steeds wel zien eigenlijk, man. Ja, die, ja, op zich zou ik het niet erg vinden, ook al staat Anthony Endes op nummer 15, om hem alsnog tegen Ikram te zetten. Ja, want als hij wint van Ikram, ook al is Ikram nog niet ranked. Is wel een highly uh, ranked prospect. Zeker, ja. man. Als hij die hype train uitschakelt, uh, ja. zou nice zijn. Maar ik vind, ik, Fluffy, ik ben benieuwd wat hij gaat doen, want Ik ben wel, ik begin steeds meer op zijn hype train te komen. Ja. Want ik vind gewoon zo'n gast als hij heeft gewoon een hele moeilijke stijl om van te winnen. En op zich ook wel een goede uitstraling, maar hij heeft een goede kop. Snap ik Het is niet per se een ster, maar hij is wel een beetje lief. Zo'n lieve guy die niet heel veel stardom wil uitstralen. Nee. Maar puur qua vechten heeft hij echt top gedaan, man. Dus ik ben benieuwd tegen wie is aan nu gaan zetten. Ik kan wel even die rankings erbij pakken. Middleweight, ja. Je zou hem oprecht tegen Gamzat kunnen zetten, omdat Gamzat staat nu op 10 of Ja. Toch? 11. 11, ja. Paul Craig heeft dan een partij. Of tegen Caio Borral, joh. Ook een partij. Ja, die hit gaat tegen Paul Craig, toch? Ja, oké. Okay. Ja. Uh, ja, Chris, Chris Curtis. Curtis. Ja. Die men op die is... Ik weet niet, want die zal... Dolice Imafov? Ja, die Hermansen tegen Imafov vind ik ook een leuke, man. Die Hermansen ja. had hem uitgedaagd. Ja, dat is ook wel leuk. Maar ik zie niet echt... Ja, eigenlijk zo'n puur beest op ranking zou je zeggen Gamzat. Omdat Gamzat op 11 staat, hè. Dus dan... Ik zeg niet dat hij tegen Gamzat moet, maar puur beest op rankings. Ja, ik denk dat Gamzat die ook niet aanneemt. Ik denk gewoon tegen Icaram zetten, man. Dat is de beste optie, denk ik. Ja. Ja, en... Uh, Koperlof is ook nog jong, toch? Wat? Ja, 28. Nee, nee, nee. Trouwens, Koperlof is volgens mij 30 al gepasseerd, bro. Ja? Hij, wel volgens jong, mij, jong, wel. Hij jong, heeft een jong jonghoof, hoofd, man. maar Ja, 32. 32, maar Hij lijkt de uh, student. Chase Hooper. <laughs> ja. Hij lijkt ook man. Chase Hooper had boos Russisch getweet, man. Nou, dat, die vond ik wel mooi, hoor. Ja. Oh, uh, what the fuck. Hij is gewoon 32, man. Ja, man. Maar een uh, leuke partij wel ik vond hem niet ik vond niet saai om te zien ja, hij was wel leuk om de maincard mee te ja. starten te starten uh, ja Murat Dwalesvioli tegen Henry Cejudo um, die eerste ronde begon bro ik dacht Cejudo sterk man hoe die begon die, die, die stoot ja ba -ba. Ik, ik vond die eerste ronde van Cejudo echt top je zag gewoon dat hij uh, Staat als hij nog aardig fit snel Take ja. uh, hij was wel één keer neergehaald maar en scramble kwam hij mij bovenop. En toen was hij ook gewoon echt sterk bovenop. Ja man. Eerst keer gemaakt dat ik Morap op zijn rug heb gezien. Ja. Of ja echt is een half kaart op zijn rug. Ik ja. dacht de eerste rond, ik dacht zo: uh, Als hij deze partij zo over gaat vechten, wint hij hem gewoon. Ja, wat zo: sterk deed met toen hij hem op de grond had, is dat hij die ene been uh, vastzette. Ja, die soort van. Uh, ja, die been waar hij op uh, leunde, die zette hij vast. Dus Morap kon nergens heen. Alleen ik vond dat wat hij vervolgens hij heeft niet heel veel uitgedeeld vanaf de grond. Ja, hij had veel dominantie, maar weinig uitgedeeld. Maar ik vond het wel een ronde voor Suro. Ja, het was wel een duidelijk ronde voor Zooro. Inderdaad, niet veel damage van top. Maar Suro zijn topgame vind ik sowieso niet heel indrukwekkend. Maar sowieso hij, zijn submission game vind ik niet indrukwekkend. Hij is niet echt een uh, submission artist. Nee. Hij is meer gewoon een controle-guy, controle ground and pound-beetje. Maar ook niet per se uh, dat hij de guard gaat passen of wat dan ook. Nee. Nou dus, uh, ja, dat is wel jammer dat hij dat niet heeft. Maar ja, ik was al bang die tweede ronde. Ik denk, fuck. Man. ik zag of Suro ook een beetje al hard ademen. En voor die partij wist ik al van. Ja, met mijn hoofd zei ik gewoon, mijn gaat deze partij winnen. Maar ik hoopte gewoon ergens diep dat ze hoeden om, uh, om zou pakken. Je luisterde maar. naar je hart. Ja, ik luister naar mijn hart, man. Moet je niet doen, mensen. Maar uh, ja, die tweede ronde, mijn is gewoon een fucking machine, man. Die man heeft cardio, druk. Worstelen, staand ook goed druk. En uh, je merkte gewoon dat ze gewoon wegvaagden. Ook in die tweede ronde, man. Ja, begin tweede ronde viel het nog mee. Maar naarmate die tweede ronde vorderde, werd het steeds minder. En die derde ronde was eigenlijk puur dominant. Dus kijk, wat ik dan met name jammer vond van mijn was op een gegeven moment in die derde ronde. Toen hij Suro even tegen de kooi had. En wat hij daar doet is natuurlijk puur controle om, te, om die ronde binnen te halen. Maar dan gooide hij weer wat hij bij Aldo ook deed. Vasthouden, dat knietje de hele tijd. Dan denk ik, laat jezelf ook gewoon op een explosieve manier zien. Want je hebt het, je, je was gewoon aan het winnen. Snap je, dat vind ik dan weer jammer. En maar volgens die... Toen hij Suro uh, optilde en voor Zuckerberg neergooide, dacht ik, die disrespect man. Ja, of en die, die. Die Guillotine, die ja. Guillotine had en hem ook aankijken. Ah, kijk, rap is wel leuk bezig met die. Uh... Hij probeert zichzelf te verkopen. Ziet hij wel goed. Um, ja, hij heeft gewoon terecht gewonnen, ja. moet ik zeggen. Ik, 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 ik was onder de indruk van Marap. Zeker van, uh... ook ik was een wrestling, zeg maar. Ik vind dat leuk om te zien hoe dat ging, die exchanges. Ja, zeker, zeker. Ik snap wel dat je, dat je, dat je zo denkt over zijn vechtstel. Maar ik denk, het vecht als hij denkt, ik wil gewoon die partij winnen, man. Hij, ja, hij man. vecht gewoon zijn stijl. En ja, Marap is geen finisher. Dat weet iedereen. Hij is geen finisher. Hij gaat je gewoon tegen die kooi aanhouden of neerhalen en gewoon die partij uitvechten, man. En uh, ja, hij heeft het gewoon echt goed gedaan, man. Voor echt goed de titel. Gevolgden. Hij is de volgende voor de titel. Dus ik vind zijn voorstel ook echt on point. Weet je? En Sudo, ja, zijn cardio kon gewoon niet uh, matchen met die van Marap, man. Ik denk dat Sudo ook gewoon te oud is, mensen, man. Sudo heeft gewoon een fout gemaakt door toen heel random in één keer met pensioen te gaan voor drie jaar. Als Sudo niet met pensioen was gegaan, was hij denk ik best wel lang dominant champ geweest. Want als je ziet wat hij nu nog steeds laat zien op 37 jarige leeftijd. Ja, hij bent gewoon de, ronde, de eerste ronde rond die gewoon. Ja. Tegen Algemeen verliest hij op een split decision. Ja. ja. Dus misschien is het ook een motivatie-ding, wat als hij wel van Algemeen gewonnen had en champ was, hoe had hij dan... Snap je? Dat zijn ja. allemaal al scenario's. Zijn maar... arm was ook uh, zo opgezwollen, man, die ja, linkerarm. Man. Die zag gewoon een fucking mega zwelling op zijn onder onderarm. Ik ben benieuwd wat daar is gebeurd. Maar ik denk dat hij gaat stoppen, man. Ja, ja, dat ja, gaat. gaat Zurder. Ja. Hij gaat stoppen. Maar je ja, zag ook al, die man is gewoon te oud, man. 37. Ze ik vond zijn stoten ook niet zo als toen ze eerst waren, weet je wel. Het enige wat ik wel heb gezien is nu. Uh, Moab gaat nu voor de, uh, voor de belt nadat Chito en Sean hebben gevochten. Mocht, hij, mocht Sean winnen, <coughs> dan zie ik wel wat gaat in, de, in het spel van Moab waar Sean van kan profiteren. Maar dat zou dan wel in de eerste twee rondes moeten. Want als je Murab is een beetje een diesel, als je eenmaal warm komt, ja, dan ben je klaar. Dus, maar ik zag wel een paar keer dat ze Hudo best wel makkelijk door hem heen stoten. Dus daarop zijn gezicht landen. We hebben gezien dat Sugge, ondanks zijn lanky figure, best wel wat kracht heeft in die, uh, in die handen. We ja. hebben gezien tegen Aljo, we hebben het vaker gezien. Ja, en als zo'n pomper ook een paar keer landt, ja, dan weet ik niet. Maar op zeg maar, basis van wat Marab kan, zou ik zeggen, Murab is binnenkort champ. Ja, ik, ik ben ook zwaar. Als Murab tegen Sean gaat, dan wint hij die partij. Als hij tegen Chito gaat, al helemaal. Ja. Dus, uh, maar ja, uh, nogal wisselhoedig dan. Hij gaat nu met pensioen. Dat is uh, waarschijnlijk het plan. Hij kreeg niet de kans om zijn uh, gloves in de kooi te zetten. En terecht. Ja, vond ik wel terecht. Ik, met name hoe Dana het uitlegde. Murab uh, is al een keer met pensioen gehad, geweest. Hij heeft zijn moment al gehad en dit was Murab's avond. Dus vind ik een hele terechte berekening. Ja, ik ook. Hij, heeft al, hij is al een keer met pensioen gegaan, man. Dus uh, hij heeft dat moment. Plus, Sehuro heeft gewoon geen goodwill bij de UFC. Je ja, toch? Het is niet helemaal koek en ei tussen hem en Dena. Ik vind en... dat Dena ook te vaak die opmerking maakt dat hij niet, niet had moeten stoppen. Man. Maar kijk, dat is ook best een persoonlijke keuze, man. Ik snap dat het niet de beste keuze is van hem als vechter. Maar die man heeft ook gewoon een gezin. Twee kinderen. Succes voor je. Ja, maar, kanaal, maar misschien is dat ook een wrok voor Dena, omdat Sehuro toen. Net begon, toen begon zijn stardom een beetje en hij besloot te stoppen. Ja, en hij had ook net die twee belt ook. Yeah. Ja. Ik snap dat Daniel daar niet blij mee is. Maar ja, uh, wat ook raar was, dat hele verhaal met zijn. Uh, met uh, Eric Albacin, zeg maar. Captain Eric. Dat hij dat uh, zei van. Uh, in die countdown show, dat hij hem had ontslagen. Ja. Uh, yeah. En daarna. hem. Aram, nee bro, dat was, ik, dat, ik heb dat verhaal best wel meegekregen. Ik, ik wil het daar niet eens over hebben. Ik vind nee, het oh, oh, zo niet? Nee, ik vond het schandalig dat je... Hij, hij, heeft, hij is gewoon bezweken onder de druk. Het was gewoon super vaag, man. Want, Want Captain Eric stond daar in zijn corner, maar die kwam niet te kooien om wat te zeggen. Die bleef ook buiten. Ja, maar bij Paulo Costa was hij ook niet in, uh, nee, okay, maar. in, de, in de ring. Maar ik weet niet of dat zo veruit, maar... Het, het, was, het was meer van... Captain Eric was gewoon zijn hele camp was er niet bij. Ik heb al die video's gekeken van zijn Hoero. De hele camp gevolgd. En hij was er gewoon niet bij. Terwijl hij er altijd bij is. Dus er is gewoon een keuze gemaakt van luister, deze camp ben jij er niet bij. Want die, als, als Suro tegen Erik zou zeggen van hey, ik wil jou erbij, was hij er sowieso bij. Nou Suro had dus die keuze gemaakt, hij wil hij hem niet in zijn camp hebben. Dat is het dan, op, die countdown show is dat dan blijkbaar gezegd. Dat hebben we gewoon gezien. Ja. En dan gaat hij achteraf zeggen van uh, ja, het was een grap. Maar, ja, ik snap dat die captain Erik moest ook Paolo Costa coach En uh, Pitbull, die vecht dan volgende week. Maar dat was niet de reden dat hij niet... Ik vond het wel was, weak, man. Ik zeg heel eerlijk. Ik vond het ook een rare move. Heel ongemakkelijk vond ik het allemaal. Want ze waren heel vaak samen voor de camera. Iedereen wilde het weten. Want wat de fuck heb je gedaan? Ja. En je zag gewoon, het was gewoon ongemakkelijk. Ja, ik vond het ook vreemd. Maar, dit was hem. marab voor de titel. Sudo met pensioen. Sudo wel een legendarische carrière, man. Ik, uh, dat moet ik hem geven, man. Het is misschien wel de best combat athlete ever. Ik vind dat je dat wel mag zeggen, man. Bij Olympisch goud. UFC 2 division champ. Ja, man en uh, ja hij heeft echt een mooie carrière terug man ja. shout naar Soudo. shout naar Soudo, ja en shout-out naar Murat dat hij dadelijk die titel pakt ja Murat hij dat was het ding man ik vind, hij wordt ook steeds meer een ster ook op Insta die man is bezig met sketches dat dat vind dat loop ik wel dat hij meer die hij probeert meer zijn eigen zichzelf te creëren ook wat met, met, met eh, Captain Eric wat idee ja hij had de yeah. nieuwe coach nieuwe coach en die man heeft ook energie jongen ook in die in die persconferentie die man is de hele dag aan het schreeuwen rennen ik denk, we hadden deze gast in, in ja, Ipo. <laughs> nee, maar die man is ook, als je naar zijn gezicht kijkt, hij is ook niet de knapste, maar hij kan wel vechten. En hij bitches Alright, let's go, volgende. Zegt. Zeg 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 <laughs> Jeff Neal tegen Ian Kuk-Gary. Uh, <laughs> Matsuko-Gary. Maar, uh, bro, deze partij vond ik zo tief slecht. Ik vond het echt een saaie partij. Jove Neal vecht alsof hij op straat ruzie heeft, zeg maar. Die man staat heet met die handen laag. En dan in één keer. En dan weer die handen laag. En Ian Gary, hij lijkt op dat kind van uh, Toy Story. Die, die pestkop. Ja, ik kan er gewoon niet bij, man. Ik, kan, ik vond dit echt een kutpartij. Maar ik vond ook niet dat het 3027 was. Ja, ik, 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 vond, ik, ik vond het wel. 3027 zie ik wel. Want. Alle drie de rondes waren close. En als je dan gewoon alle drie de rondes aan Ian geeft. Ja. ja, maar dat was niet. De uh, eerste ronde? was voor uh, Jeff Neal. Ja, maar die was ook close, man. Ja, maar die was voor Jeff Neal. Ja, ik vond die gewoon, uh, die kon allebei vallen, zeg maar. Ja, en ik vond, ik vond niet dat Ian Gary dusdanig overtuigend heeft gewonnen. dat het een 30-27. Nee, maar ik vind van als elke ronde beide kanten op kan vallen. dan is 30-27 niet een hele gekke keuze, man. Het klinkt, want Struve zei het ook bij, uh, bij die show: van dat het onzin is. Maar ja, als, als het drie rondes lang gewoon beide kanten op kan vallen... Ja, en in jury zit elke drie rondes gewoon Ian Gary als wel. Bro, hebben... ik kan Sal ja, Amato gewoon niet meer serieus nemen, man. Die man heeft altijd rare takes. Altijd. Ik heb dat met die Derek Cleary, man. Maar, ja. uh... maar uh, weet je wat ik even nog iets anders wil zeggen? Bro. Oh. Ja. Bro, uh, op een gegeven moment Joe Rogan zei het ook. moet even uitleggen wat je deed, want anders uh, als ja, mensen thuis. Ja, Shimo Goldje, die mensen die luisteren. Ja, wat er gebeurde... <laughs> ze horen niks, ze horen alleen maar ja, deze. Wat er gebeurde was, Jeff Neal en Ian uh, Gary, iedere keer als er een goede stoot werd uitgedeeld, deze elkaar even dabben. Ay, lekker man, lekker man. Bro, ineens, Jeff, uh, Ian Gary probeert besties te zijn met de man die hij heeft proberen te schaden. Joe Rogan zei op een gegeven moment, why do they keep dabbing up? Ja, maar kijk, Ian Gary, hij initieert... But. De, zeg maar dat, dat gebaar ja. en Jeff Neal volgt hem gewoon elke keer. Dus ja, zo van ja, prima. Maar dat doet Ian Gary, bro. Is gewoon omdat het een bitch is. Het Is een bitch die gewoon op dat moment dacht: ja, ik moet weer vriendjes worden. En dan vervolgens heb je gewonnen. Niet eens overtuigend, vond ik van Jeff Newell. Ik vond niet dat hij overtuigend gewonnen heeft. Dat nee. jij dat je de argument hebt voor die 30, 27 was close die. is. En je geeft ze alle drie aan één nee, iemand. Ja, oké, okay, maar dat vind ik niet dat hij overtuigend gewonnen is. En dan ga je in die mic, shh, shh, bro ja ik ik ben met je eens hij heeft niet overtuigend gewonnen maar ik had deze partij wel aan Ian Gary gegeven ja ja we hadden en, hem allebei aan Ian Gary gegeven ja ja ja, ja ik, ik, ik ben ook, was niet heel overtuigd ik had ook meer verwacht van hem man ik had meer verwacht van hem hij heeft Jeff Newick niet echt goed hij had die knie door het midden was al elke keer gewoon nice maar verder heeft hij Jeff Niel ook niet echt goed geraakt hij heeft gewoon best wel slim aan de buitenkant gevochten en hij rende ook best wel veel weg man wat vond je daarvan ik had zelf Mighty Mouses getweet van uh, ik had hem een gele kaart gegeven maar dat is geen one of three Mighty Mouses dat vind ik ook een beetje een aparte, aparte tweet. Kan je gele kaart krijgen? Bij One. One of... ja, man. Ja, serieus? Oh, ja, man. ja ik, ik vind wel dat als, als scheidsrecht, dat, dat de scheids daar een rol in speelt, dat die um, bij Jitsu bijvoorbeeld, als jij en ik tegenover elkaar zouden staan en we zouden te lang maar een beetje duwen en trekken, zegt de scheids op een gegeven moment ook ga vechten. Bij MMA ook, als je op de grond ligt en je hebt geen activiteit, zegt de scheids op een gegeven moment, hé, hey boys, ga vechten. Dit vind ik hetzelfde verhaal. Als jij weg blijft rennen, vind ik dat de scheids op dat moment moet zeggen... gaan we nog vechten of uh, ja. zijn we hier tikkertje aan het spelen? Ja, dit argument heeft Eddie Brown ook een keer gezegd. Maar ja, er zit wel wat in, man. Want op de grond en tijdens de kooi is het altijd uh, actie, actie. Want staan is gebeurd, wordt ook niet veel... Ja, er wordt wel eens gezegd van, oké, okay, gentlemen, let's fight. Maar ik weet niet, ik vond uh, Ian Gary, ja, vocht gewoon aan de buitenkant. En het was zijn slechtste gevecht tot nu toe. Van de eens, eens, tikken en dan gewoon weg, tikken, weg. En Jeff New kon ook niet echt dichtbij hem komen. Het was inderdaad geen, uh, geen toppartij, man. Zag je zijn, uh, zijn pimp ook in het begin? Pimp? Ja, pimp van Ian Carey? Nee. Nee? Zijn vrouwtje kwam ineens in beeld. Oh, boy, oh ja, dat wou ik nog zeggen. Oh, zijn, zijn vrouw was gewoon die partij aan het kijken. Ik vond het wel fijn. Ze deed elke keer die camera op haar. En ik, boos, ze was gewoon die partij aan het kijken. Nee, maar ze deed ook in het begin... Het is he. helemaal raar dat ik dacht... Oh, ja, mag die vrouw niet. Kijk, ik, tuurlijk, ik vind de hele situatie... Ik van vond, ik hard. mag die vrouw niet. Deze man kijk, ik vind die... sommige dingen weet je weet toch? Ik ik kan ben, kijk, ik, dat snap ik heel goed. Ik vind ook die hele situatie fucking raar, maar ik vind wel als zijn vrouw die partij zit te kijken. Oh nee, dat daar ben ik mee eens. Dus laat, die, haar la la de... laat haar gewoon die partij kijken. Ja, ja, nee, eens, eens. Die camera haar elke keer voor. Maar elke misschien elke de deed die camera dat zeg maar om te checken of niet die andere man er in één keer bij zat. Kan ook, weet je toch? <coughs> uh, ja. Hij zit ook gewoon was in die interview met, uh, ik weet niet of dat met Helwani was, of met die wordt er gezegd, ja yeah, en. Uh, de, 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 your wife's ex-husband is a world-class nutritionist en hij is gewoon ja man ja klopt ja, ja ik ook gewoon een kind oh ja ga verder alsjeblieft bro ik merk dat ik uh... wat wil je nog zeggen ik wil nog wat zeggen. Oh, zeg maar tegen ik wie gaat hij in Gary? Oh, ik vond het ook raar dat in zijn corner heeft hij had die Daniel Rodriguez Die rol. ja hij, had gewonnen, maar dat trainen ze ook samen, hij traint toch geen shooto box ja. in Brazilië. Ik weet niet, man. Waar had die? die ineens coach? is hij ook naar box. En die coach was in het Portugees tegen hem, ja, man, praat. Hij kan wel een beetje Portugees Ian ja Natuurlijk, maar. Ik maar... was ook wel ziek. Ah, yeah. Maar hij, hij, hij is nog steeds undefeated, man. nog steeds ongeslagen. Ja. Yeah. En uh, de vraag is, wat doen we nu met Ian Gary? Ja, kijk, ik had hem wel eerst Future Champ in mijn lijstje staan. En een paar afleveringen geleden. Ik vond dat hij zwak was in die clinch, ook, man. Vandaag vond ik vond hem gisteren niet heel sterk, man. Niet heel sterk, ja. Oh ja. Jeff New, ik denk dat het voor hem ook echt frustrerend is, man. Hij verliest die partij. Maar hij verliest hem omdat hij zichzelf. Zeg maar, hij, hij was niet te actief. Ja, maar, hij, verliest, actief zeg maar hij verloor de partij meer dan Ian Gary hem won. Ja. Maar ja, dan gaan we even kijken naar de rankings in de World Way divisie. Ian Gary. Ja, ik wil nog steeds wel hem tegen bijvoorbeeld uh, Wonderboy zien. Of tegen een uh, Sean Brady. Ja, Sean Brady vecht binnenkort als goed is tegen... Uh, Gilbert Burns. Santa Luca heeft gedacht. Nee, Sean Brady vecht toch tegen Gilbert nee, Burns? Nee, Jack uh, Delano vecht. Oh, dat was het, ja. Of je zet... Hij uh... wil Colby, hè? Ja. Yeah. Ian Gary. Ik vind nee. dat wel een leuke partij, man. Ja, wel een leuke partij, maar... Ik vind niet dat hij Colby verdient, man. Nee? Nee, man. Ik vind niet dat hij Colby verdient. Ik wel. Ik vind die partij prima. Hij staat op zet hem maar alsjeblieft tegen Shafkat. Dat nee, mag. Dat gaat niet gebeuren. Hij staat op 10. Colby staat op 5. Het is een mooi, mooie partij qua storyline. Eerder maar Wonderboy, man. Ik zou eerder Wonderboy zeggen. Washtap dat krijgt hij dan weer zo'n cadeau? Ja, yeah, maar... Gaat hij die winnen? Ja, Oké, okay, prima. Wonderboy, anders of Kobe. Of Kobe, ja. Als Kobe. En Jeff Neal, ja. En Jeff Neal, ja. Jeff Neal, ja. Jeff Neal blijft gewoon een beetje hangen in die... Uh, ja, Jeff in Neal Wonder... wordt waarschijnlijk... Mag hij dadelijk tegen uh, Rinat Dino of zo, je toch? Of tegen Kevin Holland. Die zie ik ook gewoon best gebeuren nog. Ja. ja. Matchmaker, bro. Of Neal Man nog een keer. Oh. Rematch. Maar ja, Waar okay. niemand op zit te wachten. Ai. Ja. Voordat we overgaan over deze toppartijen. De Sammy, bro, heb ik jou wel eens verteld? Twee jaar geleden woog ik 89, of nee 98,8 bro. Heb je 98,8 gewogen? Ja, Wambi. 98,8. Hoe, hoe lang ben je ook weer? 1,20 meter. Mocht jouw lengte niet expoot. Ik kan wel bliepen. Nee, ik ben 174, bro. Wat ze, vriend. Nee, ik ben 1,74. Oh je 98 op 1,74. Ja, man, ik was heavyweight, bro. Ik deed bij mijn eerste BJ-toernooi was ook gewoon uh, ze gewoon. Light heavyweight of zo is dat volgens mij. Min 200. Wow, 98 is echt zwaar, man. Ja, man. Maar Ja. Oké, okay, ga door dan. Maar, weet je hoeveel ik vanochtend bro? Zeg het eens. 79,6, bro. Shhh, shh, wel te weten, hoor. Hey, mensen thuis. Wat, die dikke mensen thuis. Wat doen jullie? Leven? Ja, man. Weet je wat mij geholpen heeft, bro? Beastmode. Wow. is alles, alles dankzij beastmode, bro. Wow, ik geloof het 100% man. Beastmode heeft mij goed gezet. Weet wow. toch, creatine. Protein shakes, protein oh bars, man. die smelling salts in de gym. <sniffs> Knallen, ook, ging helemaal. Oké, okay, misschien heeft Dario ook bezig geholpen, maar klein vooral, beetje ja, iets maar, afval... maar vooral ja, biesmoot, man. Maar je hoeft, je hoeft je niet druk te maken over je supplementen. Weet je, hij werd er altijd gewoon om ready. Hij werd er waarom point creatine als daar. En ja, uh, biesmoot heeft me echt goed gezet. Oh. En een klein beetje iets dus dat moet ik wel zeggen. Klein, ik beetje. denk 95 Ja, je je yeah. <laughs> <laughs> maar. Sowieso, ik ook, toen ik aan het afvallen was ik ben nog steeds een beetje aan het afvallen, maar uh, Mode hield mij sowieso door mijn kut heen. Ja hoor. Wil je eiwitten hoog? Wil je supplementen check Bees Mode sowieso. En, Kunnen uh, ze korting oh. krijgen? BDK14? Wow. BDK14. Hey. BDK Geef 10, we een, gewoon 10%? Ja, dat 10%, man, 10 korting op je bestelling. Korting. En mensen, het is uh, weet toch, het is bijna maart. Bijna april, als je er nog steeds als een dik zak uitziet, zullen hey, we dat ik het zeg, man. Die zomer om de hoek, man. Die zomer is om de hoek, die nog steeds met die, met die dikke buik. Als je die chips te eten, zit je MMA te kijken de hele dag. Ga eens naar buiten, Ga, eens, hè? ga, ga naar buiten, ga naar Ga sporten. naar buiten, pak wat eiwitten van Biesmoot. Hé, hey, hmm. dikke mannen zijn ook loft, die je weet je toch? Maar oh, je, je, je weet, niet oh, hier man. Nee, 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 nee. <laughs> zijn ook loft, maar je weet, die wil gewoon steady man. Tenzij je, je weet toch, heavyweight wil vechten. Oh ja, dan. Uh, maar ook als heavyweight. Kijk naar Ngannou. Francis Ngungu. Gebruikt ook Biesmoot. Gebruikt ook Biesmoot. <laughs> nee, maar wat nice man, dat je gewoon van 98 79, maar ja, mensen <coughs> als je dat ook wil. Code BDK team bij Biesmoot, en ziet eruit als, uh, als ik. Kijk, die, dat kopje krijg je niet, maar je kan wel afvallen. Oh ja, yeah. let's go. Robert Wurker tegen Paulo Costa. Ja mensen, ik was, ik was echt... Het was mijn fight of, night, mij ook, was fight of the night overigens. mij ook. Het was mijn fight of the night. Ik vond het echt een toppartij man. Ja, Allebei kwamen om te vechten. En uh, Paulo Costa, ik, ik vond ze allebei gewoon scherp, man. Robert Whittaker was daar, Paulo Costa was daar. En Paulo Costa Bro, die was ook oh, scherp. Die spinning heel kick. Ja, einde van de eerste ronde. Woehoe. Oh, ze was echt saved by the bell. Maar die ook. De chin ik, van Whittaker was, je weet toch, hij was iets meer aanwezig dan normaal. Bo, maar ik vond Paulo Costa, hij is ook goed uit, man. Moeilijk uitschakeld, 100 low kicks, calf kicks gehad. Bleef staan, bleef vuren. En die man heeft ook snelle trap, hé. Eh. Kijk, maar ik die vind een wel trap. Wow, Costa heeft dusdanig veel laten zien dat ik hoop dat hij nu wel weer snel gaat vechten. Snap je? Dus dat we nu niet weer een jaar moeten wachten op een Paolo Costa gevecht. Bo, ik wil zo graag Paolo Costa, Gamza Ja, dit is Ashi wel je een weet goede in, initiator. Maak Jij die toch? partij, ik wil die echt graag, man. Paolo Costa Bohashine tegen Gamza Ik wil die partij nog steeds graag zien. Maar terecht de overwinning van Wiliker. Zeker man. Ja, ja, ja kijk, ook. het was close. Ik gaf hem 2-1, Wurker volgens mij. De eerste 100. Bolhasinia volgens mij. Ja, eerste ronde Costa, laatste twee rondes uh, Whitaker Eens. Ja, maar uh, knalpartij man. Uh, Paulo Costa met die jab erop, ook goede low kicks geland en uh, gewoon niet naar de grond gaan man. Ik had wel verwacht dat Whitaker misschien wat meer ging uh, mixen met uh, worstelen, maar nee. Nee man, was er was echt een leuk gevecht. echt goed gevecht ook. Whitaker zag er weer sterk uit. Ja maar, he, man. Ik blijf erbij man, die spinning heel kick. Psh. Ja man. Maar... Die echt lekker op. Maar ook gewoon mooi uitgevoerd. Wilker zag hem van nergens komen. En inderdaad, Costa is snel voor zo'n zware man. Snel, ook een goede kind, man. Moet je hem ook geven. Maar... Goede fysiek ook. <laughs> Gebruikt ook Biesman. man. Loopt ook bij Itaster. <laughs> Dat is wel echt een monster qua fysiek. Ja, maar ja, de vraag is gewoon van... Die, die middleweight divisie is nu gewoon een beetje... Hè, jo, wat, wat doe je met Costa? En bot, wat, ja, met Costa heb je nog wel... Je kan zo'n Brandon Allen bijvoorbeeld. Of... Cool, ja, kost heeft nog wat partij, maar Whitaker zit nu in die positie van. kijk, eerst was Adesanya Lang kampioen. Ja. Twee keer van verloren. Ja. Twee keer thuis had gekregen, nou, dat krijgt hij niet meer. Ja. Nu is het keer kampioen, heeft hij ook al tegengevochten. Ook verloren. Ja, oké, okay, maar het punt is een beetje, de partij van drie keer die hij verloren had, dan kan je nog zeggen. Whittaker was niet 100% of wat dan ook, hè, wat hij zelf zegt. Ja, okay. Die, die smoes kan je nog gebruiken om het. Te maar mocht de UFC Adesanya DDP maken en Adesanya winnen, dan is het klaar met zijn title ring. Dat zei uh, Marsta ook en daar ben ik het ook gewoon mee eens. Ja. Je gaat niet nog een 4 maken. Of je moet dan nog een keer DDP tegen Wilker doen en de winnaar daarvan weer. Maar Kenneneer staat er ook tussen te bungelen, man. Ja, die, die hij wordt ook wel een beetje uh, zeg maar weg, weggezet. Maar. Pff. Ja, ik... ik ja. Kijk, Paulo Costa heeft verloren, maar ik vind ook wel dat hij zichzelf ook wel heeft laten zien in deze partij. Van, ik ben er nog steeds. Ik ja. ben nog steeds een probleem. En ik hoop dat hij ook actief blijft. Ja. Mm, ja, wie gaan we hem geven? Paolo Costa, je zou eventueel uh, iemand of kunnen doen. Brandon Allen, Brandon Allen. Die zou je kunnen doen. Tory 2. Brandon Allen vecht binnenkort... Uh, hij heeft toch gevochten de afgelopen keer? Nee, hij, hij is binnenkort main event, maar toch? Nee, hij heeft gevochten tegen Crack. ja. Maar uh, Brandon Allen zou kunnen. Um, Imafov ja. misschien een Victoria 2. Sean Strickland. Dat zou ik ook wel lopen man. Of je doet uh, Whittaker mm -hmm. tegen Strickland. Ja, die partij kan ook nog wel man. Ja. Whitaker tegen Strickland. Ja, dat is denk ik de enige partij voor Whittaker op dit moment. Die, uh, hij heeft ook al tegen Kenny gevochten. En daar is daaronder onder vind ik niet uh, Whittaker waardig. Of je doet Gamzat Whittaker. Kan ook nog. Oh, die is ook goed man. Ja als je toch Gamzat hebt beloofd dat hij voor de titel mag gaan, maar je hebt nu, hè, dan zeg je, ja, is hij, bla, die argumentatie, Gamzat word ik er. Ja. Dat zou ik ook een dikke partij vinden, man. En dan Costa tegen uh, Strickland, man. Ja. ja ik vond, ik zeg eerlijk, als Paulo Costa vecht, ik moet je wel het kijken, man. Het is wel. Ja, uh, joh, kijk, als hij als hij dan een keer vecht, zijn het wel altijd leuke gevecht. Klopt. Man. Hij komt wel echt om te vechten, man. Ja. Maar, dus ik hoop uh, ook dat hij vaker gaat vechten. Maar hij ja, wel terecht verloren, man. Wat yeah. wel terecht verloren. Dat wel. Maar wel mijn Fight of the Night. Het is jammer dat ze hem niet hebben gekregen. Oh. Ja, man. En dan de Main Event. Alexander the Great Volkanovski tegen Ilia El Matador uh, Tupuria. Matador era has begun. Ja, ik was echt hyped voor deze partij, man. Persconferentie. Ik was hyped, man. Ilia Tupuria heeft deze partij ook goed verkocht. Hij ook heeft ook gewoon en... waargemaakt, bro. Hij heeft gewoon waargemaakt. Hij heeft het waar gemaakt, maar hij heeft ook de partij ook gewoon goed verkocht, man. Zeg maar... Sowieso, zijn, zijn record was al gewoon duidelijk van ongeslagen prospect. heeft gewoon laten zien dat hij bijna geen gaten in zijn game heeft. En ook gewoon een beetje die trash talk erbij, mensen. Hè? Van, ik ben de beste. Instagram bio was al daar. Yo soy Ilya Tupuria Volk is te oud. Volk is, gaat KO. Eerste ronde. En iedereen was gewoon hype, man. Ik vond hem wel een beetje volk, een beetje disrespect af en toe. Maar hey, weet je... Je moet iets om dat gevecht te verkopen, weet je, dat ook. En die man uh, heeft ook gewoon een sterke mindset zoals je kon zien. En ik dacht echt Volk begint die partij echt goed, man. Stoo ik wel, man, uh, Topuria moet ik zeggen. Ja, hij werd wel gewoon vaak geraakt door die door die jab. Die jab had hem een paar keer. Zijn neus werd uh, voordat hij uh, Volkanovski knock-out sloeg, kreeg hij ook een goede jab. Toen, want hij wilde stoten, kreeg die jab, stapte hij in de achter. Maar Volk was sterk in de eerste ronde, alleen ik had de eerste ronde dus wel naar Topuria ja man. Uh, ik had de eerste ronde volk. Maar het was vanwege los... die calf kicks ook. Je zag ja. op een gegeven moment heel snel die kuit die van Volk zag je rood worden. Dat was de avond van de calf kicks, man. Ja man. En, uh... Maar het was heel close. Dus als je maar Volk geeft, kan ik het snappen? Geef je mijn Ilya, kan ik hem snappen? Ja, toen begon die tweede ronde. Ja, en ik vond nog steeds dat Volk goed deed in die tweede ronde, ja. man. Maar het was gewoon een kwestie van. Ilya zag je gewoon af en toe gewoon doorheen komen met de met stoten en dacht van... Oh. En je hoorde Joe Rogan en uh, Dean Thomas, volgens mij. Ja. Van uh, Alex had in zijn kind in de lucht als hij uh, uit die exchange komt. En ik was er al bang voor. Ik denk, nee, 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 niet toch, niet toch. Want, weet je, het gesprek voor het gevecht was, zoals jij zei, komt hij te vroeg terug? Als, in van, als hij weer geraakt wordt, valt hij weer gewoon weg. Want hij, ja, een paar maanden geleden, heel gaan. En ook keihard, heel gaan. Gaat dat een rol spelen? Maar ik kreeg ook echt een goede, goede rechthoek van Ili, man. Echt precies. Twee stoten mis en volgens precies op, de, uh, op die kin. Precies op zijn kin. En ook echt, zeg maar dat hij hem net, zeg maar. Hij tagde hem gewoon echt. Gewoon ja, al zijn kracht, gewoon precies wat kleine stukje op zijn kin. Zeg maar hij raakte ook maar een klein stukje van zijn kin. Al zijn kracht op die stoot. Boom, lights out. Hij was weg. Direct was hij weg. Twee stoten nog erbij. En hij bleef ook hangen in een hele ongemakkelijke positie. En ik kon hem niet geloven, man. Ik wel, want ik had het voorspeld. Ja, je had wel gelijk tweede ronde. Ik zei derde ronde. Ik zei derde ronde. Hoe zei derde ronde? Ik zei derde ronde. Dan, maar heb, ik je dan, me... dan heb je niet verspeld. Nee, ik had wel gelijk nee, dat nee, Deporia nee. de zou gaan winnen, bro. Dat was een gok, bro. weet je waarom? Nee, het was geen gok, bro. Ik, puur en alleen omdat Volk te vroeg terug is gekomen. <laughs> ik heb alles misgegok deze partij dus <laughs> al. Ik denk als Volk, uh, als Volkanovski, uh, drie maanden later was teruggekomen, zeg ik niet dat hij had gewonnen. hè. Maar dan was ik benieuwd: reageert die Kin op dezelfde manier? Ja, ik vind dat lastig. Man. Ik denk dat dat een grote rol speelt, man. Ja, ik vind dat lastig. Maar ik denk die stoot was zo hard. Die man, iedereen kan ook echt harde pompen. Hij heeft, harde hij heeft pompen. zo harde stoten maar het is bizar. Ik denk dat hij ook wel. Uh, het is lastig om te zeggen, maar ik denk dat Volk, al was hij een jaar gaan wachten, die stoot was gewoon. Uh, lights out, man. Maar uh, UFC Spain, gaan we erheen, Sammy? UFC Spain. Bro, ik was laatst in Barcelona, ik vind het niet zo leuk, man. Maar UFC Spain, bro. En Madrid wel, man. man. Hé, hey, als mensen willen sponsoren. Ja, toch? Connect. Connect sowieso. Jeet toch? Maar vriend een keer een rematch. Vind ik een hele lastige man. Vind ik een hele lastige. Kijk, het mooie is wel dat die verder bij de divisie een beetje stil ligt. Kijk, als er nu een number one contender was, dan zou ik niet gelijk zeggen: van... oké, okay, Alex, gelijk voor rematch. Want die man is twee keer keer heel gegaan. Snap je? Oké, okay, maar één keer was op lightweight, dus dat vind ik niet tellen. Ja, maar ik, ik wil hem gewoon niet meer zien vechten, even man. Dus. Hij is laatst KO gegaan, nu weer, maar ook gewoon twee keer keihard. Ik, oh. Hij ziet dat hij getie KO'd werd vanuit man dat hij zo nog aan het bewegen was. Ja, maar gewoon ja. twee keer stiff. Ja. Zeg maar. Dus ik snap dat het op lightweight was, maar dat is nog steeds als hij twee keer KO gegaan in een korte tijd. Ik hoef hem even niet te zien vechten, man. Beetje een adesanya verhaal. Geef hem de man met rust. Mocht hij nu willen terugkomen van ik wil nu die rematch, waar ik niet mee eens zou zijn, zeg maar van blijf neem je tijd, heeft hij wel naar mijn mening het recht op een uh, immediate rematch, omdat die featherweight-divisie ook een beetje stil ligt. Ja. Wie anders? Als er een number one contender was, zou ik zeggen Volk, uh, ja, die number one contender is niet zijn tijd. Want je bent gewoon K.O. geslagen, je bent het laatste K.O. gegaan. Dus wacht even. Nou, Ik vind dat Volkanovski genoeg credits heeft opgebouwd binnen die fairway divisie. Binnen de UFC, dat hij hoe dan ook recht heeft op uh, die rematch. Dus al moet Tupuria nou een half jaar, acht maanden wachten. Volkanovski heeft het gewoon verdiend. Volkanovski heeft het verdiend om een rematch te krijgen. Uh, ik vind het geen geval. Kijk, Strickland ging de verlies van DDP. Mensen zeiden, ja, rematch, rematch. Ik vond ook misschien een rematch, maar die verdient hem niet. Je, ook, je, bent, je, hebt een keer, je bent champ geweest, je hebt hem niet eens verdedigd. Volkneroski heeft hem zo vaak verdedigd, heeft die challenge gezocht op lightweight, is vervolgens, heeft dat verloren, maar ja, wel actief gebleven op verreweet tussendoor. Ja, hij heeft, ja, hier heeft hij gewonnen. Dus ik vind dat hij daar recht op heeft. Hoe dan ook. Uh, Toen Puri had gezegd: Ja, hij krijgt die rematch. Want ja, hij is een good guy. Maar dat vond ik ook wel. Hij zegt: De nieuwe generatie hoort nieuwe kansen te krijgen. Want we blijven te, te lang hangen in Ortega, Holloway, Jair, uh, Josh Emmett. Kijk, uh, die jong boys die nou doorkomen. Bijvoorbeeld zo'n Moffsar. Ik zeg niet dat Moffsar een vriend hè... Maar dat soort boys. Laten we nou tegen elkaar vechten. Want. Anders krijg je weer uh, die, die, die lightweight praktijken. Dat je Just Engage tegen Dustin Poirier honderd keer. Chandler die al drie jaar zit te wachten. Dus Volkroski verdient de rematch. Ook omdat er geen directe... Uh, title Contender is. Maar als hij nog een keer verliest is het gewoon afgelopen. Ja, ik, ik kan me er wel aan vinden man. Ik kan me er wel aan vinden van. Dat je... Hij, tuurlijk hij heeft die credits opgebouwd. Dit is de beste featherweight ooit in de UFC. Ja. Um, Mag gezegd worden. Dus ik denk ook wel dat hij die rematch verdient. Maar... Het, ja, als er een number one contender was die echt stond te springen... Maar dan moest dan hij echt weggehaald. duidelijk zijn. En dan moest het bijvoorbeeld net als toen Holloway de hele divisie had uitgeroeid... en als enige overbleef, dus oh. dan maar drie keer tegen Holloway gevochten. Ja. ja jongens, MMA is echt een, uh, een harde sport. Maar als je kijkt naar Volkanovski... Het is echt hard te gaan bij hem, man. Even kijken, hij had... Uh, een drie trick of niet? Twee ja. trick. Oh, twee losstreek had hij nog tegen je Nee, mee. geen twee trick. Hij heeft een één lost Ja, een trick ja, omdat ah, hij ja. tegen je heeft gevonden. Maar in principe uh, zijn laatste vier gevechten drie verloren. Ja, één om drie in de laatste vier gevechten, man. Dat is wel ziek hoor. En ook twee keer gewoon KO gaan. Terwijl hij was juist een jaar geleden zou je zeggen van deze man is onverslaanbaar. Ik vind het wel mooi dat mensen altijd zeggen, deze boys weten niet waar ze het over hebben, man. Ja. ja. Dat wil ik toch nog even zeggen, Yo, Ik ja. wil dit niet zeggen, maar ik wil het wel zeggen. Ja, bro, wij, en dan maak je sowieso in bullshit comments. Krijgen, bij elke partij krijgen wij van... Uh, gast, wat zeggen, wat zeggen deze gast? Deze partij is duidelijk het is voor... Het is niet het dat we winnen. zo doen, jeetje, toch? Het is dus niet... Nee, nee, Moeten het weer? Iedereen denkt altijd dat hij weten weet in die comments. Van, uh, ja. Jullie weten niet wat jullie het over hebben. X gaat winnen en dan verliest X. En dan, en dan komen ze niet terug. Bro, dat is het mooie aan die sport, man. Kom dan ook gewoon terug en zeg... Oh ja, ik zat fout. Ik heb het één keer meegemaakt. Toen met Alex Pereira. Toen kwam er iemand terug. Ja maar je had eigenlijk wel. Ja, maar, ja, desalniettemin, niet te min, ik vond dit een toppartij. Ik denk dat uh, Tupuria lang champ gaat zijn, man. Ik denk het echt. Ah, ik weet het niet, man. Ik wil hem echt graag tegen Max Holloway zien. Ik dit denk van. dat hij dan ook wint, man. Ik ga voor Max Holloway, denk ik, man. Maar kijk, Max Holloway heeft nu die partij tegen Gaethje. Ja, als hij die verliest, mag hij dan voor de titel? Nee. Wie dan? Wie, ja, dan... Ja hier uh, tegen Ortega volgende week. Ja, nou dan wordt de winnaar daarvan. Ik hoef hier niet nog eens voor de titel te zien, man. Ik hoef voor tegen ook niet nog eens voor de titel te zien. Dan, dan Max Holloway. Ja. Wacht op hem. Ja. Yeah. UFC yeah. 300 Maar ja, wat als Holloway wint, dan mag hij en voor Lightweight voor de titel, en voor featherweight voor de titel. Hij is wel een hele goede positie dan. Dan moet hij kiezen, vind ik. Ja, natuurlijk, ja, dan moet hij kiezen. Maar Ilette Poeria volgende uh, UFC-ster? Uh, 100%, man. So, wat een stardom deze gast gebouwd hey, heeft Laat me de... die vraag opnieuw stellen, dan kan ik iets makkelijker klippen. Yes. Ilette Poeria. Volgende ufc Ster? 100% man. 100. Ja. Als je ziet hoe hij, uh, hoe hij zichzelf neergezet heeft. Kijk, dit was wel ook een alles of niets voor hem. Snap je? Hij heeft die hele Conor McGregor-tory gegooid met die belt. Hij heeft een beetje, het toch was een beetje cringe, maar hij heeft wel alles eruit gehaald. Hij heeft gezegd hij gaat knock-out. Als hij nu verloren had, ja, dan, was echt, uh, dan hadden mensen hem echt uitgelachen. Maar, ja, wat een machine. Ja, wat jij zegt. Hij heeft ook alles mee. Zeg maar de zijn uitstraling. Hij kan het Spaans, hij kan Engels. Uh, ja, Plus, hij is nog ongeslagen, man. Dus de vraag is ook: wie gaat hem verstaan en hoe ga je hem verstaan? Wie... Weet je waar ik wel klaar mee ben? Oh, dat wilde ik zeggen over deze man. Dit moet je klippen. Volkunovski moet een ander camp zoeken. Vind je dat? Ja, dat vind ik. Ik weet niet. Ik vind dat, dat een beetje. Is dat zo? Ik weet niet. Maar ik. Drie uit dat, uh... vier. Drie uit vier. Craig Jones moet zijn bek gaan houden. Ik loef Craig Jones als BEJ'er. Maar hij moet zijn bek gaan houden. wat heeft Craig Jones... Uh... This guy is always in de turtle. Bro, Craig Jones heeft nu al twee keer fout gezeten. Zowel tegen Islam als tegen de poor. Ja, maar het is een grappling coach. Die man het is zijn moet... grappling coach. Ja, maar dan moet je een andere grappling coach gaan zoeken. Ja, maar hij heeft iets verloren op grappling. Ja, maar zoeken. ja, Craig Jones komt meer praten dan dat Volkanovski komt ja, praten. Hij is gewoon zelf, even zelfzeker in zijn vechten. Man. Maakt niet uit. Andere camp. En ik uh, Eugene Bearman. Zullen we zullen even zijn record erbij pakken. Ah, van de het, gaat, het gaat niet heel goed met City Kickboxing, man. Oh, oh ja. Terug? En Volkanovski en Islam bouwen nu een soort vriendschap op. Ga naar de Daggies. <laughs> Stel je voor, bro. Stel uh. je voor. Hij zegt: Oh ja, fuck it, boys. Ik ga één hem daar doen. Ik denk, niet dat, ik denk niet dat het daar aan ligt. Man. Ik vind wel, jawel. Nee, man. Ik, de, ik vind, soms heb je even een nieuwe elan nodig. Dat heeft Kamaro Kamar Oesman ook gedaan nadat hij verloren had. Is hij ook weer een beetje bij Henry Hoofd gaan trainen. Hij, hij heeft wat andere dingen gezocht. En... Ja. Ik zit meer bij Alexander Volkanovski van... Ik denk dat hij gewoon de leeftijd komt hem nu een beetje halen. En de jongerig, uh, de hongerige Jena's komen nu ook gewoon omhoog. Zeg maar, Ilya Tupuya is gewoon zo. Ja, maar ik zie niemand hongeriger dan Ilya nu in die fairway-divisie, man. Nee, nee, klopt. Maar ik bedoel meer van... Al geef je Alexander Volkanovski denk ik de beste camp in de wereld, et cetera... Ik denk dat dat niet per se. Ja, misschien, misschien dat hij ik dan gewoon... anders aanpakt. Ik, maar ik denk wel. Het is nooit erg om eens ergens anders te kijken. Zeker niet als je drie uit, vier, drie uit vier bent in jouw laatste vier partijen. Dus drie verloren. Zoek het op. Ook al is het twee tegen islam. één tegen Ilja. Ja, dat boeit niet. Kijk naar andere inzichten. Eugene Berman, bro. Uh, you suck. Je mag hem niet hè? Bro, ik ben echt niet op hem. Ja, hij heeft ook zijn beste tijd gehad. Hij, ja. heeft, hij heeft ook te veel praatjes, man. Hij heeft ook echt te veel praatjes. Maar dat hij zei, hoe is hij? Ja. He's he. ready in camp. Ja. Maar in ieder geval, ja, ik weet niet, maar ik denk dat, alles, dat, zijn, dat zijn leeftijd hem ook gewoon komt te halen. Hoe oud is hij? 35, 36. 35 geworden. 35, ja, ja. die verder ja. weet de visie. Uh... Hij werd, uh, wat is het, een week of zo voordat Islam gevorderd werd hij 35? Hij is wel nog steeds snel en zo, maar ik denk zijn leeftijd. Ik vond hem, hem hangen, fysiek ja. ook gewoon sterk uitzien. Dus dat, dus dat ja. Maar ik, ja, ik blijf, mijn hot take in deze is, Alex Volkanovski moet uh, zijn hel ergens anders zoeken voor zijn volgende camp, man. Ja, wat vinden jullie daarvan mensen? Comment, uh, comment sowieso, wat vonden jullie van uh, deze partij? Van de hele partij. En uh, moet volk een andere camp? Ik wil nog even een shout-out doen aan een comment die we hadden vorige keer. Ja. At crazy o En die zei van, uh, die gaf gewoon een hele, hele vergelijking deze rain van deze reign van Ida Tapuli op die van Conor McGregor lijkt. En ik zeg ik had wel uh, ik zie wel de, vergelijk, de vergelijking man. Ja, zeker. Hij had uh, allebei 27 toen ze een titleshot kregen op featherweight Allebei onwijs groot fanbase opgebouwd in een land, hè? Ierland, Spanje, zonder überhaupt kampioen te zijn. Allebei mentale oorlog aangaan. Extreem dominante kampioen, Aldo en volk. Extreem zelfverzekerd in hun vechtvaardigheid. Allebei charismatisch. Alleen, ik ben het 100% eens. Hè, wat die, ik vind het een hele goede take. Alleen, ik denk dat Toepuria. technisch over meer bezit dan Conor McGregor. Man. Oeh, ja, Conor McGregor was ook echt goed hoor. Maar ik denk dus dat Tupuria... Allround all een betere vechter is. Dan dat, Conor wel, dat wel, dat wel. Hij kan ook gewoon worstelen, Grappling ben je. En alleen wat ik niet loof van Ilya Tupuria. Fuck, je gaat Conor McGregor of piepen. Ja, dat is een goede man, die moest even aankaarten. Ja, Eerst even snap terugkomt die comment. Ik zie echt die vergelijking is wel. Uh, vind ik een goede comment. Ja, me, zeker, 100%. Want ook Conor heeft een Ierland achter zich. En ik zou nooit denken, die tijd van oké, okay, hij heeft Ierland achter zich, dus dan wordt het een ster. Maar hij heeft wel gewoon een land achter zich. Ilya heeft nu ook Spanje die achter hem staat. UFC Spanje gaat komen. Dus, ja, het lijkt er wel op dat hij gewoon uh, heel veel. Uh, ja, zeg maar zijn potentie is extreem. Maar over die Conor McGregor komen in die post fight interview. Denk ik ook, wat doe je, man? Je hebt, je hebt zeg maar zo'n mooi moment. En dan ga je hem uitdagen. Denk ik, ja. Ik vond sowieso die post fight interview. Uh, ik denk dat het voor hem ook wel moeilijk was om alles in te nemen. Weet je, hij wordt UFC kampioen. Heeft hij Zijn kind droomt hij al van deze, deze belt. Is hij daar? En dan ja, was het wel een beetje een... Uh, ja, van al die praatjes die hij had, is hij kampioen. Hij heeft het best gewoon waar, man. Was hij was wel rustig, moog, best man. Dat was wel rustig. Dacht ik Conor met Greg uit ja, pik, doe even gewoon... Daag iemand anders Hij uit. zei ook, hij was op een gegeven moment, merkte, merkte hij zelf van... Oké, okay, nu zeg ik... Want hij, zei, hij, wilde, hij was zijn post-fight speech aan het doen van... Het is voor iedereen mogelijk, kijk naar mij. Maar hij zei dan, look at me now. En toen merkte je bij hem van... Ik, gaan mensen, ik weet niet of hij zo dacht, maar daar leek het op. Want hij bracht hem een beetje terug van... Dadelijk zeggen mensen dat ik ook nog eens Lee Edwards na doen met die look at me. Now. Maar hij had echt wel een goede post fight speech, vond ik, totdat hij McGregor ging uitdagen. Ja. Ja, ik, ik had misschien iets meer uh, ja, emotie, misschien. Ik weet niet man. Ja, ik weet niet. Maar, maar hij, hij liet wel zien dat het hele manifest wat hij heeft gedaan. Heeft het ding gedaan, man. Is wel waar. Dus wat, je, wat we zeiden ook: van dit was. Deze partij gaat hem maken of breken. Nee, en uh, het deze partij heeft hem gewoon gemaakt, man. Nieuwe ster. En ik ben benieuwd uh, wie zijn volgende partij wordt, man. Eens. Hi, let's go. Um, oh fuck, oh, pop, 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 pop. Moment van de week, Sammy? Ja, moment van de week is UFC 300 voor mij. Ik had niet zoveel deze week gezien. Maar gisteren maakte Dana White een hele grote announcement. De main event ja, van UFC 300 is Alex Pereira verdedig zijn lightweight-heavyweight-titel light tegen Jamal Hill. Maar Alex Pereira zou toch in Brazilië gaan vechten? Dat zeiden ze. Maar blijkbaar niet. Wat vind je ervan? Kijk, ik vind de partij top. Kijk, uh, Jamal Hill was kampioen. Vanwege een blessure heeft ze zijn, zijn belt moeten teruggeven. Die heeft Alex Pereira daarna opgepakt. Je hebt Anka Live, die is ook gewoon tegen de titel aan. Maar ik vind dat Jamal Hill de kampioen was. Mag hij voor mij die touchshot krijgen? Ja, de partij zelf is niet voor mij UC-300 main event waardig. Maar op dit moment denk ik van, er was er serieus niks anders. Ik merk nou, dat de arena. Het punt is een beetje, wat, wat mij stoort, is dat. Uh... De ene dan zegt, ja, Leen Edwards. Ik heb hem drie mensen aangeboden. Maar dat is hij gelijk, heeft tegen iedereen ja. Gezegd. Is gelijk mijn vecht van de week, man. Leen Edwards. Maar wacht, nee, nee, nee. Weet je wie hij waarschijnlijk aangeboden heeft gekregen? Belal heeft hij niet aangeboden gekregen, want Belal heeft getweet: als ik het aangeboden had gekregen, had ik gelijk ja gezegd. Dus Belal heeft hem niet gekregen. Dus dan blijft er over. Shafkat heeft hem waarschijnlijk aangeboden gekregen. Gamzat heeft hem waarschijnlijk aangeboden gekregen. En misschien Islam. Misschien, hè? Ik weet niet wie de derde zou zijn. Weet we niet. Nee. Maar stel dat Islam hem aangeboden zou hebben. Drie jongens die met Ramadan zijn. Die al van tevoren altijd melden wij gaan niet vechten tijdens Ramadan, dus oh, he said yes to everyone, omdat die motherfucker ook gewoon weten die gasten zijn met Ramadan, yeah. dus ik vind bullshit als ah, wat anders nee, ik ben als niet mee. Leon man was geweest, bro, dat vind ik echt Jeroen. Je weet, hè... ik ben niet goos. Jeroen, onze vaste ja, luisteraar, vaste Leon Edwards fan, Blal had 100% ja gezegd, dus Blal heeft hem niet aangeboden gekregen, de enige die er recht op heeft, dus. Prima dat het jouw vecht van de week is, bro. Want dat mag en dat moet je lekker zelf weten. Maar ik vind niet dat hij. De credits moet krijgen die hij die nu, nu krijgt. van... Ja, yeah, hij heeft tegen iedereen ja gezegd. Yeah. Ik ben uh, ik, uh, ik het helemaal ah, hou op, totaal man. niet eens. Man. Tegen wie zeggen ja, bro? Oké, okay, ik ga jou uit. Jij woont bijvoorbeeld in Spanje. Ik ga zeggen: kom vechten nu dan. Ah, hij is niet gekomen, ah, man. Joh, ja, nee, rot nee, op nee, joh. Wat, wat vinden jullie van deze steek? dit is toch gewoon onzin? Nee, is nee. geen onzin, man. Is echt geen onzin. Edwards kan hij. Hij heeft alleen maar controle over één ding: dat is, gaat hij die partij aannemen? Ja of nee. Wat hij tegenstander doet, wie het is is Niet in zijn controle. Hij heeft gewoon ja gezegd tegen drie verschillende tegenstanders voor Youse die 100. Oké, maar wie dat zijn die tegenstanders dan? Als ze nu weet bekendmaken wie die tegenstanders zijn en het blijken drie islamitische vechters te zijn, maar dan is het heel makkelijk om ja te zeggen. Broer. Hoezo? Want jij gaat er gelijk vanuit dat die islamitische vechters. Wie anders, broer? Slechter zijn op Youse die honden dan normaal gesproken. Dat weet je ook niet, Sam. Bro, ze hè? hebben Ramadan. Ja, misschien plannen ze een camp om of misschien. Weet ik veel verplaatsen bro, allemaal hou op, 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 man. Weet je niet? op, man. Ik denk niet dat Leon Edwards denkt, oh, ze zitten er allemaal. Dan is het een easy fight. Dus ik, Dan zeg ik ja. Nee, die man heeft gewoon gezegd. Bro, ja. Ik verlies. 100% tegen die dat Leon Edwards zo denkt. 100%. je nee, hebt gewoon haat naar Leon Edwards, hè? Klopt. Vanwege, klopt. Klopt. Vanwege ik heb dingen zo... buiten de, de schermen. <laughs> klopt. Klopt. Maar ik vind ook dat hij te veel credits krijgt nu, want ik blijf erbij. Belal Mohammed verdient die titleshot. Belal Mohammed heeft gezegd, Ramadan of geen Ramadan, ik ga wel vechten tegen hem. Ja. Belal heeft hem dus niet aangeboden gekregen. Het eerste wat ik dacht, toen, toen Dena zei: drie mensen aangeboden, hij heeft drie keer ja zo dacht: ik, oké, okay, waar is die partij met Belal dan? Maar blijkbaar heeft hij hem niet gekregen, zeg jij, dat wist ik niet. Belal heeft getweet. Als, als, Belal, ik kan die tweet er wel bij pakken. Ja, oké, okay, dan is het echt belachelijk van de UFC dat ze drie ja. mensen geven aan Leon. En dan Belal is niet eens één een van drie mensen voor Belal. Is echt bullshit. Echt onzin. Is het Belal shit. Gewoon heel ja, slecht. Ja, maar die is echt jammer. Die is echt jammer. Dat, dat is echt <coughs> onzin. man. Want die man is gewoon duidelijk de nummer. En Bilal Mohammed is de volgende voor de titel. En dan gaat de UFC drie andere mensen nog snel voor hem pushen. Ja, het zijn we aan het doen, jongens. So, kijk, Ian Parker tweet. So, Leon was offered three options. They all said no, but he said yes. However, none of the three offered that were offered was bully B. Makes no sense. Vervolgens zegt iemand: ja, maar ja, hij heeft Ramadan, misschien dat hij daar niet vecht. Wrong, he wasn't offered it and he competed against Gilbert Burns last year during Ramadan. So, respectfully, you're very much incorrect. Now. Ja, en en Belal tweet... I would fight Leon next week. I'm always ready. Anytime, anywhere. Belal is gewoon... Klopt. Hij had ook getweet van... Uh, Ramadan of niet, niet Ik vecht gewoon tegen die gast. Dus ja, dan heeft hij niet... Ja, die... ah, UFC, dat is echt belachelijk. Ze hebben die partij niet gegeven. Maar. What the fuck. Ja, is het misschien dat ze nog zelfs Connor hebben gedaan, man. Kan ook nog. Kan best, man. Ik weet niet. Maar ik, ik, ik blijf bij mijn standpunt. Dat Leon Edwards... Wat hij drie keer ja heeft gezegd tegen drie verschillende tegenstanders. Vecht van de week. Ja, yeah, maar ja. Ik vind, ik vind, dan is het misschien de haat. Ja, ik weet niet, man. Ik vind het te makkelijk. Want hij had ook kunnen zeggen, Leon Edwards had ook kunnen zeggen: Hebben jullie Belaal gevraagd, man? Vind ik. Bro, hij is de kampioen, ja, ik weet het van Hij zegt gewoon: Die persoon op die datum, ja. Klaar. Zo zie ik het gewoon. UFC heeft Belaal genakt. Oké, okay, maar en. in ieder geval, UFC 300, moment van de week. Alex Pereira tegen Jamal Hill. Je wilt nog iets zeggen daarover, man? Uh, ja, nee, gewoon dat ik het echt geen UFC 300 main event vind, man. Dan had je nog had ik nog liever gehad dat ze Max Holloway, Justin Gaethje, main event hadden gemaakt. Ja, die partij is dan wel aan de gelijke liep. Maar er moet dus nog een partij komen. Er komt nog een partij zat. Ja. Maar wie dan? Ik denk misschien Tom Hespen also. Maar tegen Sirogaan of zo. Ik ben met je eens. Het is geen nieuws dat iemand main event waardig. Maar ik denk dat je merkt ook aan die hele announcement dat Dana White uh... hij loofde niet man. Hij, hij was zo in niet heel onthast, Hij was niet man. blij. Maar kijk jongens, we zijn ook wel echt verwend. We krijgen een Die 98. hele kaart is sowieso dik, hè, van 300. Ja. Maar gewoon, die main event uh, was dik geweest als de co-main was geweest. Maar dit, ik vind het gewoon niet. Eens, 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 eens. Ja, het is uh, niet zoals ze willen, mensen. Maar ik denk dat er gewoon, uh, ja, timing was gewoon slecht. Ik als... had Izzy verwacht, man, op uh, main event. Ja. Ik, echt, ik dacht echt, ze gaan Izzy doen. Ik had verwacht, van laat Misschien, Izzy kan, Leon. Nog, Misschien Izzy kan nog eens co-main. Geen title fight dan of zo. Ja, wie weet. Ik ben benieuwd wat die laatste partij gaat worden. Maar Juicy 100, dames en heren, heeft de main event. Zijn ham zat. Nee, want Gamsat vecht ja, niet, Gams heeft hij al gezegd. Oké. Nee, is okay, hij uh, strikment of zo? Ja, kan. Zou zomaar zo maar kunnen. Oké. Okay. Uh, mijn moment van de week is, uh, is tweeledig. Volkanovski is mijn moment van de week, man. Ik ging echt stuk. Oh ja, ja ik dacht, ik ik dacht echt dat is wel net die keer als moment van de Nee, nee, nee. Uh, dat, uh, de dochter van Volkanovski vroeg. Uh, wat als iemand bij ons inbreekt, en hè, toen had volk nog gezegd, Je moet je geen zorgen maken. Ik ben wereldkampioen, hè, ik, ik, ik pak ze wel. Toen had ze dochter gezegd: 'But what if, uh, what if it's Islam magic?' Ja, yeah. oh ja, yeah, wat moet je dan? En uh, vervolgens had Focus: uh, op zijn een story gepost dat Islam uh, wat cadeautjes had opgestuurd.' Voor het dochtertje van het volk. Van ik zou nooit inbreken buur. Dat loefde ik wel. Ja, dat vond je leuk hè? Dat vond ik leuk. Het is gewoon een soort, uh, soort vriendschap die ontstaat ofzo man. Ja, ik ja, weet ja, niet man. Ja. Ik heb ook islam tweet gisteren is ook. volk is een great champ. Bla bla bla. Je toch, je komt die sterke van terug. Is, is het is een soort vriendschap die ontstaat. Het is, en... wel, ja. Ja. We is wel ziek dat zijn dochter gewoon de eerste weet wie islam machtig is. En ja. dat ook dat die hem um, dan heeft verslagen. Dat is ook wel ziek, zeg maar dat, het, uh, oh, ja. dat het je kinderen doet, man. En uh, mijn vecht van de week is uh, Jonathan Hagerty. Ja, die mag ook wel een keer een shout-out krijgen. One, one Championship. Uh, die eerste ronde was het. Ik uh, kreeg die paar pompers. Dat ik dacht, bah. bah. Moest hij even zitten, man. Moest hij even zitten. Maar hij heeft hem gewonnen. Uh, Mooi Thai. Amerikaan ook gewoon. Dat vind ik ook bijzonder, man. Is Amerikaan Amerikaan? Hij is Amerikaan toch? Jonathan ik, dacht, ik dacht Engels, man. Maar die man is sowieso bij One Is hij sowieso aan het slopen, man. Ja, man. Ook Tegen Philippe uh, Lobo moest hij. Ja, ook. Uh, tegen die thuisvechters dus Blijft hij maar winnen En uh, Hij wil misschien MMA gaan doen Zei hij man Ja, ik, 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 ik denk Als kickboxer loef ik hem wel Ja, nee Engels is hij Engels ik denk ah, Maar hij is 27 ook pas, hè Ja Ja, hij is dus volgens mij Nu mooi Thai kampioen En kickbokskampioen nee. Maar ik denk dat Juan gewoon Bij hem zit aan te kloppen Van uh, Hé, luister We hebben een zak geld Gaan we MMA doen Ja, man Ja, man en Dat dus is gewoon een uh, uh, rot tank gewonnen Dus ja, het, Die man is lekker bezig bij Wan. Dat vind ik een mooie, mooie vecht van de week Keer wat anders. Keer wat anders. Ja, one is uh, sowieso goed. <coughs> man. Ja, um, volgende week UC Fight Night Mexico City. Twee die leuke die, daar, die bespreken we nu even kort. Ja, even Want, uh, volgende week komt de aflevering met Renier de Ridder online. Precies, dus dan kunnen we geen nabeschouwing doen, mensen helaas. Maar wel een voorbeschouwing. Maar wel een voorbeschouwing, wel een voorbeschouwing en volgende week een leuke aflevering met Renier de Ridder. En in, en zijn fightweek. in zijn fight week. In zijn fight week en ook Harun Oscar erbij. Zijn uh, rechterhand-trainer. slash Osturk toch? Osgan. Toch? Oskan. 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 Ja. Harun Oskan. Even kijken. Uh, deze kaart. Ik vind hem op zich wel leuk, man. Ik, ik zou, ik zou, het is een leuke fi uh, fight night. Is dit. Oh. <laughs> ik kijk even naar die prelims. Ik zie gewoon drie Mexicanen tegen drie Brazilianen, man. En alle drie zijn heel boos. Boze mannen. In ieder geval. Uh, ja, heel veel Mexicaanse vechten op deze kaart natuurlijk, hè. In Mexico. Maar laten we het gewoon hebben op die laatste twee partijen, man. Kom in die vent. Ja, en ik wil er nog in. Raul Rosas Jr. Ja. Tegen Ricky Turkios. Ik kom wel bekend voor, maar ik weet niet. turk IOS. Ik vind het wel leuk, maar Ro Roos als junior weer vechten. In Mexico. Ben benieuwd, in Mexico. Kijk wat hij er uh, kan neerzetten. Maar Jair Rodriguez tegen de bankzitter Brian Ortega. Is dit voor jou de main event of heb jij Brandon Moreno tegen Royal Roos hoger? Uh, nee, maar ik heb Jair Brian Ortega hoger. Man. Eens, eens. Heel eerlijk? Eens. Ja, heel eerlijk. Maar ja, eigenlijk was het Brandon Moreno tegen Albazi, toch? Ja, ik denk Brandon Moreno ook wat meer... Uh, is champ geweest Ja precies Het is raar je hem inzet Ja Maar ja deze partij Ortega tegen Jair Rodriguez um, Wat gaat het worden Is twee toch Ja die eerste keer was hij zo'n rare die blessure, blessure Ja ja, ja. Maar, ja Het was ook zijn laatste partij In op, 2022 Ja 16 juli 2022 Anderhalf jaar niet gevochten Anderhalf jaar niet gevochten Gedumpt zijn... Verloren En zijn laatste partij Was ook gewoon een rare blessure Ja Maar ja Nu een rematch In Mexico wat denk je? Ja, ik... Uh, heel eerlijk. Als hij hier uh, ja, striking weet, uh, weet vast te zetten. Dan zie ik Ortega gewoon winnen, man. Ortega sterker sterk op de grond. Ik denk dat dit echt een knalpartij gaat worden. Maar ik denk dat dit echt een... Uh, fight of the night, denk ik. Sowieso, Jair Rikas komt ook altijd. Hè, leuke stijl, komt op te vechten. Ja, zeker man. Leuk om naar te kijken. En Brian Ortega is ook wel gewoon een leuke vechter om naar te kijken. Ook op de grond, maar ook staand is hij ook... En zijn ja, is gewoon echt goed. Hè? Jitsu is top. Hij gebruikt zijn jiu-jitsu niet echt meer als een uh, als worstelaar, maar meer als. Ja, in de clinch springt hij gewoon op een guillotine. Of uh, als je hem op zijn rug krijgt, is het gewoon een probleem. Ja. Uh, maar ja, hoe kan hij. Hoe kan hij je verslaan? Of hij moet hem submitten ergens in zo'n clinch? Want je Eerodikus gaat niet. Flying sh triangle. Shoot of zo. Uh, maar ik ga toch voor de. Nee, ik ga voor Jair Rodriguez op een decision, man. En dat hij Brian Ortega gewoon helemaal kapot maakt. <coughs> en dat Brian Ortega gewoon niet meer herkenbaar is naar de partij. Net tegen Holloway. Ja, dat hij gewoon helemaal van... Zeg maar dat hij helemaal... Ja, dat hij gewoon op afstand vergt jero Rodriguez. Trappen gebruikt. En dat Ortega gewoon niet in de partij kan komen, man. Dus ik ga voor Jero Rodriguez op een decision. En daarna gaat hij denk ik gek Ilia uitdagen. Ze hebben al beef. Ze hebben al beef. Ik zeg uh, Brian Ortega tegen uh, Jair. Dat Brian Ortega op een submission gaat winnen, man. Dat zou gek zijn. Ja, ik zie Brian tegen op zijn missie winnen en dan dacht hij ook heel uit, ja. ja, wie moet ze anders hebben? Ja, maar het uh, uh, ding is: Jair en Ilia hebben al bief. Ja, ja uh, klopt. Maar ja, ik vond ik ook een beetje raar, man. Ja, dat was wel raar. Dat uh, Iliad zei opeens van: ze vroegen aan hem van, ja, je had je hier tegen volk gezien? Ze zei, ja, je hier was gewoon super slecht. Hij was echt heel slecht. En toen zei je hier van: uh, wacht maar, als ik tegen jou. Maar Jair gaat ook niet winnen van. Uh, ja, man. Ik zie niemand op dit moment winnen van te Ja, ik denk dat die matchup voor je hier niet goed is. Ik heb maar je met je hier zeg maar. Ik zie hem gewoon nooit worden, man. Nee. Want hij heeft gewoon een probleem. Ik vond hem wel ijzersterk tegen Emmett. Toen dacht ik, misschien. Ik vind Jair altijd een beetje slordig. zeg maar. Zeg maar ik zie wel hoe mensen hem kunnen verslaan met zijn take on defense. En uh, op zijn rug is hij ook best wel. Uh, hij blijft ook vaak gewoon op zijn rug liggen. Ja. Brian Royval tegen Brandon Moreno. Brandon Royval tegen Brandon Moreno. Jezus, Brian tegen zat nog in mijn hoofd. Maar uh, ja. Ik denk dat ook wel een leuke partij wordt. Hè? Allebei, kom, allebei Roy, ze tempo komen... Ze komen wel allebei om te vechten. Tempo is hoog. Cardio goed van beide. Ja, winnaar gaat waarschijnlijk weer voor de titel. Ja. Um, ik vind ja, het ik lastig, ik, man. Deze twee partijen zijn wel nice, maar Als ik gewoon nu even kijk... Ik, ik zei, dit wordt fight of the night. Ja, je ik tegen Barno tegen. Maar ja, Brandon Moreno tegen Royval is ook gewoon een knaller. Maar ik zie uh, Brandon Moreno deze op een decision winnen. Ja, hij is niet echt de finisher, Brandon Moreno. Misschien een split decision. Mm. En dan had hij gewoon zijn voorstellen gebruikt om uh, Royval. Pantoja liet zien. Ja. Het is een voorstel gebruikt om de rondes te winnen. Omdat hij op een decision uh, nipt te winnen. Vind ik een goede. Ja, nee, daar ben ik het wel mee eens. Van, eigenlijk. Oké. Okay, nice. Ben ik het wel mee eens. Ten slotte. Ja, we hebben nog één andere ding we, moet, dat we moeten bespreken. En het is PFL. Ja, 24 februari. Volgende week staat dus Ook volgende week. <coughs> hun grootste. Champ, V-Champ, V-Champ, V-Champ. Ja, de eerste PFL slash battle to evenement. En hij is stacked, man. Ook in Saudi-Arabië. Um, ja, E.J. McKee. Ja, dit is ook tijd. Ja, maar. maar even kijken, we zijn ook best wel lang bezig. Santos tegen Romero. Deze had ik tien jaar geleden willen zien. <laughs> Santos tegen Romero had ik tien jaar geleden willen zien, maar ik loef hem wel nog steeds, man. Kijk, hoe oud, Romero? Hoe oud denk je? 46. Heb je dat een keer gedaan? Ja. Hé! Hey. Oh, 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 hey. <laughs> nice. En Thiago Santos? Uh, 39. Ik ga voor... Uh, Iee. Iee. Je hebt het gisteren al opgezegd hè, teringle. Hij is 40. 40 <laughs> tegen 46 mensen. Ja. Ben je niet door een bastard? <laughs> maar ik weet... Ja bro, kijk de fysiek van uh, Joel Romero. Zou je zeggen hij is 46? Ik ga ook voor Joel Romero. Dat deze partij wint. Ja man. Hij um, is gewoon een different animal man. Ja, ook op 46 is hij nog steeds. Ik vind hem nog steeds best wel, best wel nice in zijn laatste partij. <lacht> <lacht> Echt jammer dat hij uh, uit de UFC was gegaan. <laughs> Maar uh, ja, ik ga voor Joe Romero, man. Joe Romero had eerder moeten beginnen met MMA, man. Die, Joe Romero uit zijn worstelperiode, als je die filmpjes terugziet. Maar hij worstelt ook gewoon niet in zijn partij. Nee, fucking lelijk. De, tegen, die, uh, tegen wie was dat? Uh, Nemkov, toch? Ja. Ging die ook. Pas in die laatste ronde ging hij worstelen en hij haalt Nemkov neer. Over Nemkov gesproken, volgende partij. Zijn uh, dus titel opgegeven om op heavyweight te gaan vechten. Ja. Tegen Kapelotza. Ja, de, ik, zie, ik zie niemand van Nemkov vinden man. Dat ik, heel ook niet, eerlijk. Ja. ik ook niet. Nemkov, uh, ook één animal. Je hebt hem in het echt de gezien, de gezien, toch? Ja, man, toevallig. Hm. Ah, Namco is ook iemand waarvan ik denk, wie gaat hem verstaan in Bellator? Ik zie het niet snel gebeuren en ik hoop dat we hem ook snel in de UFC seizoen. Deze ben ik ook heel hyped voor. Huh? Cooper de Turt tegen. Hij was uitgevallen, die. Uh, wie? Die champ van PFL. Ja, ja. God, dus ja. Ik wist dat niet eens, man. Tegen Jackson. Ja, bro, die Jackson is ook goed, hè? Ja, man, we hebben ook een goede verhalen van hem. Uh, van ik zie tot nu toe, neig ik naar de Bellator-kant. Ja, ja het is een catchweight. Ik weet niet welk gewicht het is, maar... Want uh, Cooper is vaak een middleweight, of een ja. vecht op middleweight. Maar ik Zullen zee... ze wel op een 80 vechten of zo, in plaats van een 85 of 170? Ja, waarschijnlijk. Maar ik ga ook voor Jason Jackson. hij heeft net die belt gepakt bij Bellator zelf trouwens. Denk ik. Hongerig. Ik, ik, ik had hem tegen Safkat wat trainingsbeelden gezien. Hij is echt een machine, man. Ja, en ik zie hem ook tegen Cooper zijn worstel gebruiken en uh, de partij winnen, man. Pinedo tegen Patricio Pitbull. Deze is ook gek man. Of deze is het Patricio? Nee Patricio toch? Nee Patrici. Volgens man. mij Patrici man. Ik had ze ook altijd door elkaar even kijken. Nee nee. Nee Patricio, Patricio toch? Ja Patricio, ja. Patricio, Patricio, Pitbull. Patricio Pitbull. Pitbull tegen Pinedo. Ja. Ik vind deze lastig man. Ja Pinedo heeft ook mensen verbaasd dat hij die dat PFL-toernooi had gewonnen. Ja. Hadden mensen ook niet verwacht. Maar ja Pitbull is ook wel dominante champ hè, bij Bellator. Klopt. Wel uh, volgens mij nu twee keer achter elkaar verloren. Hij uh, had laatst, moest hij tegen Sergio Perez. had ja. hij verloren. En daarna ook bij zo'n Ryzen-kaart, vocht hij volgens mij. Ja. ja, maar dat waren niet voor zijn titel. Eentje was maar voor zijn titel. Ja, eentje was zeg maar voor een titel onder hem. Ja, tegen Sergio Pettis. En die van Ryzen was volgens mij gewoon een soort een... catchweight-superfight ja. of zo. Maar ik denk dat hij wel hongerig is en uh, dat hij van Pinedo wint op uh, Decision, man. Ja? ja, ik zie hem ook nog wel Pinedo finishen, ik zeg heel eerlijk. Dat zie ik ook nog wel gebeuren. Ook een gekke record man. 35-7. Lek. deze man de beste middleweight uh, op aarde Johnny Eblen tegen Kassan Ghanai. hij komt van de UFC af toch ja hij hij heeft die Impa uh, Impa Impa? ja Inpa heeft toen hij heeft toen die PFL toernooi gewonnen miljoen ook, ook als underdog ja als underdog maar ik zie gewoon niemand ook winnen van Eblen man nee Johnny Eblen ongeslagen uh, verhalen over hem is ook gewoon dat hij ook echt een beest is uh, tijdens de trainingen en ik zie ook niemand van hem winnen op dit moment oh, helemaal niet in Bellator PFL en Ja, dat zie ik gewoon niet gebeuren. Uh, had je het gezien is van finished, man. Dat hij met die chick was gezien? Ja, met die OnlyFans chick. 85k had gespend op haar, zogenaamd. Ja, ik geloof dat niet, man. Is bullshit, man. We hebben Johnny Abner gezien met zijn vrouwtje. En, uh, oh, we hebben hem gezien. En we een goede Echt goede gast, dat wel, man. Echt een, top echt gast. een toffe gast. Het nam, nam de tijd om gewoon even met, met ons een klein interviewtje te doen. En uh, ja, ik denk dat dat gewoon een marketingstunt is. Ja, denk het ook. Dat was ook, was ook een goor man. Die, die, uh oh ja, ja, ik dacht, we zijn live Nee, 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 nee. Die moet uh, uh je, je gewoon halen. Geen probleem, bro. Trying <laughs> <Shit. laughs> uh, Ja, en dit vind ik echt een kutstig gevecht eigenlijk van, de, van alles, man. Ja, die zat right. hem uit. Ja, Pereira, uh, Ferreira tegen Ryan Bader. Bro, Ryan Bader, ja. Dominant in Bellator, maar in principe. Ja. ja bij de UFC zou hij verder van de heavyweight champ zijn. Bij Bellator doet hij het wel goed op heavyweight. Ja. Ja, ik heb niet zo heel veel op deze. Goeie worstelaar, wel, man. Bader. Goeie, je ook een leuke overhand. Verder niet veel over deze partij te zeggen, man. Ik, uh... ik. zie die Ferreira nog best wel winnen ook nog. Ik heb echt geen idee, maar ik ga voor Ryan B. Ja, ze zeggen winnaar tegen Engano misschien, hè? Ja, hij moet toch die ja. ene MMA-partij draaien. Allebei ja. niet groot genoeg genaamd voor mij. Nee. Ja, dat was dus die kaart. Dat was PFL-kaart. Dus volgende week komt um, Rainier de Ridder aflevering online. Ja, dus niet maand. Dus de, als jullie deze luisteren, zijn jullie lekker het chillen. En dan de week erop komt dus de Rainier de Ridder. Aflevering online samen met zijn trainer Harun. Uh, want hij gaat tegen Malikin. Malikin was, uh, wat was het, 15 kilo in de maand? 19 kilo in de maand afgevallen. Ja, jongens, dat uh, is zo bizar. Ik, ik snap het helemaal. Ik vaardig. ben benieuwd waar hij zijn uh, supplement vandaan haalt. Misschien bij Biesmoot? We, we hebben het ook in de podcast besproken. Dus check die podcast sowieso. Maar ik wil nog even kort over deze partij praten. Want de volgende keer dat wij praten over deze partij is die al gebeurd. Maar. Nee. Ja, je bedoelt de nabespreking. Ja, ja, ja. We ja, ja, ja. hebben ja, ja, ja. geen kans om over deze bij te praten. Nee. Dus ja, dus zoals jullie weten, Anatoly Malokin heeft dus van Rainier op light heavyweight gewonnen. Toen, toen was hij de light heavyweight kampioen, is hij naar heavyweight gegaan. Heeft hij van Boelar gewonnen. Hij was al heavyweight kampioen. Nee, nee, nee hij had daarna van Boelar gewonnen. Had hij toen een heavyweight kampioen. Ja? Ja, ja man. Okay. Toen was hij dus light heavy en heavy. En nu gaat Malikin naar middleweight om Rainier's belt op om Rainier's tweede belt af te pakken. Op middleweight? Op middleweight. Dus hij Terwijl later... bij One is je vecht op je natuurlijke gewicht. Juist. Het hele uh, doel van One's weight cut is om jou... Niet te laten cutten. Niet te laten cutten. Maar hun heavyweight kampioen kan blijkbaar op middleweight vechten. Zonder te watercutten dan. Wat al gewoon best wel vaag is. Maar in ieder geval, ik vind de storyline heel ziek. Want Rainier double champ geweest, beide belts van Olang afgepakt. Nu heeft hij zijn belt verloren van Malikin. En komt Malikin ook voor zijn tweede belt. Ja. En voor Reinier is het ook gewoon een belangrijke partij. Want hij was ongeslagen. Ja. 16 partijen gewonnen. 15 finishes. En dan nu zijn eerste los. En, uh, maar, maar ik moet wel zeggen. Wij waren, toen wij hadden opgenomen bij Reinier. Uh, ik zeg je heel eerlijk. Ik zou die man niet in het donkerste tegen willen komen op dat moment. Ja, jullie moeten de podcast checken. Maar, maar Reinier was... Uh, ja was gewoon een killer, man. Hij was gewoon een hitman. Ik zeg je eerlijk, ik was bang om sommige vragen te stellen. Ik had nog met hem gerold die training voor de podcast. Hij had hem gesubmidt, Ik wil niet veel woorden over vuil maken. Het was geen leuke rol, man. Maar wat we sowieso willen doen, zo naar Reinier. Succes met die partij. Ja, het was ook een leuke podcast, maar Harun had ook wat leuke insights over hun training en hun band. Dus die moet je sowieso checken. En uh, ik kan echt niet wachten op deze partij, man. Ik vind dat deze partij ook meer hype verdient. Want Malikin wordt was misschien een, een, een triple champ. Een triple champ, wat zeg maar, nog nooit is gebeurd in MMA. Maar dat gaat niet gebeuren. Dat gaat want, niet gebeuren, man. Want Reinier gaat hem gewoon choken. In die eerste ronde, takedown, backtake, Choke die hem en dan de trilogy. Ja, man. Oe, ik heb nee, nee geen trilogy, oe, oe, oe. man. Ik heb ze in die partij. Ik hoef geen trilogy. Nee, trouwens, ik wil Reinier daarna gewoon bij de UFC zien. Challah's, fuck jullie, won. Door. Ah, we gaan het zien man, maar ik kan niet wachten die partij man. Shout-out naar eenieder inderdaad nog Nogmaals. Ja man. Verder. enger hier was dat man. Ja. Die, die podcast mee... moet je checken man. Ik moest, ik deed die face-off weer met hem. Ja. Was bang op een gegeven moment man. Snap ik man. <laughs> maar. Uh, oh, oh, oh. Wat wat? We hebben nog één andere YouTube die we niet kunnen bespreken Bro. Uh, kom op joh. Even snel, even snel. Die mensen thuis willen deze kaart sowieso. Wat uh, wij deze bespreken. Dat kunnen we niet bespreken. Deze. Voorbeschouwing. Ja, roze strijk tegen Shamil Raziev. Vechte Oema uh, niet op deze kaart? Jawel, 2 maart. Ik sta er niet op. Man. Oh, hier. Tegen Bekstad Almakan bah, Hij staat wel laag hoor. Ja, maar ja. De, deze, deze kaart kunnen we ook geen voorbeschouwing voor doen. Als, als we, Hoezo? Ja. We kunnen wel voorbeschouwing hiervan Nee, nee. Want volgende week komt hij niet online. Ja. Oh ja, en dat is en, en dan dat dan weekend. is de kaart geweest. Dan doen we een review. Maar, Bro, uh, ik wil eigenlijk Oema alleen bespreken. Oema tegen Bek Bekstad. Bekstad Almakan allemaal kan. 17 en 1 back zat vecht vanuit Kazachstan. Tegen Omar Nurmagomedov. Uh, bro, Oemar gaat slopen. Oemar gaat nog een partij vechten daarna. En Omar wordt champ. Tegen Moab maakt niet uit. Anywhere, anytime, place. Oemar Nurmagomedov wordt champ. Ik heb zijn deze partij en Oemar uh, moet hem winnen, maar als hij deze verliest. Woe, dan is al die hype weg. Ik hoop het niet. Maar ja, jongens, deze, deze kaart is sowieso. Uh, Shamil Gaziev zegt ze ook: een Future Heavyweight Champ. Deze partij is, deze kaart is de niet mensen. Twee maanden. Rozenstruik, shout naar Rozenstruik. Maar ja, toch? Sowieso. Dat was hem, mensen. Dat was hem. Zouden naar jullie allemaal. Bedankt voor het luisteren. Gooi, die 5 sterren op Spotify. Like, subscribe. Ja, jullie kijken, maar like niet, man. Klik op die like-button. Ja, dat helpt ons ook gewoon. Dat uh, helpt hè? ons. Dat het like subscribe. Dat ja. ook andere mensen deze podcast vinden. Dus de like deze aflevering. Comment ook wat jullie vonden van de kaart, van Tupuria, van uh, Bochinha tegen Whittaker. Laat ons weten wat jullie van de partij vonden. En sowieso nogmaals, shout aan onze sponsors. Shout naar Nico voor je fight gear. Wil je er glad uitzien tijdens je training. Sowieso naar Nico. Tijdens je BJ, rolls, kickboxlessen, lessen, handschoenen. <kwijnt> wat heb je nodig? Nico heeft het allemaal. Goede kwaliteit. Hij ziet er ook glad uit. Je ziet er echt glad uit. Echt heel glad. Wil je iets bestellen of uh, wil je iets kopen? Gebruik welkom BDK10. En krijg 10% korting op je aankoop. Wil je eruit zien als... Hè? Als, AMI, als wil, je ook, wil je ook 20 kilo afvallen? Beast man. Beast 100% beast Niemand anders. Kijk okay, een beetje daar. Joh. Maar bees. vooral, uh, uh, vooral beast mode. Protein bars. Whey protein. Pre-workout. Ze hebben alles man. Dus uh, wil je die volgende stap maken in je, je fitnesscarrière of versportcarrière? Heb je supplementen nodig. Check beast mode En gebruik BDK10 voor 10% korting. Shoutout van Nico. Shout out naar Biesmoor. Yes. Dankjewel weer voor het luisteren. Like, subscribe. Volg op Spotify. En uh, tot de volgende. Ciao. Yes. Check die aflevering met Ranier. en hangen we ons kan een echt top aflevering Wordt serieus ja. dikke aflevering, man. Tot de volgende. Ciao.